Vandaag ga ik met Arjen op pad in het Haringvliet. We zijn nu nog in Amsterdam. Arjen heeft vorig jaar de hele wereld rondgereisd tijdens een big year om zoveel mogelijk vogels in één jaar te zien. Een wereldrecordpoging. Zeker. Waar is de teller uiteindelijk geëindigd? 6848 vogelsoorten. En dat is 65% van alle vogels ter wereld. Hoeveel vogels denk je dat we in het Haringvliet in één dag kunnen vinden? Een stuk of 100. We zijn nu bij Nieuwedijk en we kijken uit over het gebiedje Tientgorsen. Arjan, wat zie je allemaal? Ik zie een wit gatje en een zooi kemphalen, tureluurs en een groene specht. Oh ja, zandvoerdersje in de berm, ja. Op zoek naar mieren. Je hebt over de hele wereld gereisd, tot de meest bizarre plekken vogels gekeken en de meest bizarre vogels gezien. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja maar die jongen die kan helemaal niet meer genieten van de Nederlandse natuur en de Nederlandse vogels. Oh, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Want ook hier zie je heel erg veel vogels. En misschien niet zoveel soorten als in een tropisch regenwoud, maar wel heel erg veel vogels. Overal waar je kijkt zie je wel vogels. Ganzen, eenden, steltlopers. Zeker hier langs het Haringvliet. En ja, we hebben dan ook al bijna 50 soorten gezien vandaag. We zijn een stukje verder gereden en we staan nu in een vogelkijkhut. En we kijken uit op de Korendijkse slikken. En er zit echt een hartstikke grote groep met brandganzen. En die brandganzen zijn hier nog maar heel eventjes. Want die vliegen straks weer terug naar Rusland waar ze gaan broeden. Tegelijkertijd zijn andere vogels alweer druk aan het baltsen. Dus je hoort de veldleeuwerik en de graspiepers die hoor je zingen. Dus maart is echt de periode, en april ook trouwens, dat de trekvogels in beweging zijn. Ja, het is mooi om dat te zien, die vogeltrek. Tijdens mijn big year vorig jaar maakte ik daar handig gebruik van. Door alle vogels uit onze contraien en uit eigenlijk het noordelijke halfrond in hun overwinteringsgebieden te zien. Want qua standvogels is het vrij soortarm in het noorden. Maar veel van die vogels die overwinteren in Afrika bijvoorbeeld. En ik heb dus heel veel van onze zomervogels heb ik in Israël gezien. Kijken we uit op de Haringvlietsluizen. We zijn buiten dijks. Hier is in 2018 van alles gebeuren met het keerbesluit. Wat verwacht jij daar nou van als vogelaar? Ik hoop dat, als er die sluizen bekieren gaan, er wat meer zout water ook hier binnenkomt. Dat er wat meer dynamiek in het gebied komt. En ja, met die dynamiek ook meer vogels die weer aangetrokken zijn tot een brak watermilieu. Dat er, dat er meer slik komt, meer voedsel. Meer steltlopers die hier kunnen pleisteren op een trek naar het zuiden en weer terug naar het noorden. En ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. Dus ook dat het gebied wat toegankelijker wordt voor vogelaars. Veldleeuwerik. Graspieper. Witte kwikstaart. Want dus onder het genot van een kopje koffie alle soorten op een rij gezet die we hebben gezien. Hoeveel zijn het er geworden? Even kijken, 70 in totaal. Dus ja, niet de grote 100, maar het was wat kouder dan we hadden verwacht. En heel veel vogels zijn ook nog niet terug. Dus als je dit rondje een week later doet rond het Haringvliet, kan je makkelijk meer dan 100 vogelsoorten zien. Dus ga snel weer naar het Haringvliet. Zeker. Hoort het?